Dit is Flevoland van woensdag 28 december. Een 18-jarige Amsterdammer is aangehouden voor het gooien van een explosief naar een woning in Almere. Het incident was eerder deze maand bij een huis aan de Paso Doble-singel. Volgens de politie blijkt het incident onderdeel te zijn geweest van een conflict tussen rivaliserende jongeren uit onder meer Almere. Later die week volgde in dezelfde straat en in de Lemmerstraat ook een explosie. Tientallen ouderen lunchten vandaag samen in Lelystad. Met muziek en alles georganiseerd door vrijwilligers om eenzaamheid tegen te gaan. Nou, het doel is om mensen bij elkaar te brengen. Mensen 55-plussers, 65-plussers. Die eenzaam zijn en minder bedeeld zijn. En dat is altijd geslaagd. Mensen zijn blij, vinden het leuk, kleden zich speciaal aan. En ja, je ziet het achter me. Het is één leuke geroezemoes. Wat heeft u net gegeten? Ja, soep, lekkere soep. Het is al helemaal op, zie ik, hè? Ja, helemaal op en lekker. Smaakt het een beetje? Ja, heel goed, ja. Maar ik moet het even zo doen. Maar met die lepel gaat het niet. Kijk maar, kijk. Nou, dat gaat prima volgens mij. Dit gaat beter zo, kijk. Ja. En heeft u het wel een beetje naar uw zin? Zeker wel. Ja? Ja, wel gezellig. Wij komen uit de Antillen en we hebben altijd soep, wat voor soep dan ook, met balletjes. En dat mis ik nu, maar het is wel lekker. De sfeer is goed, de mensen zijn gezellig, net als altijd, dus we maken er wat van. Heeft u wel eens last van eenzaamheid? Nou, niet echt, niet echt. Maar ik zorg dat ik altijd bezig ben. Ja, maar niet iedereen is zo, hè. Gezien mijn verleden, 5 jaar geleden, ben ik heel erg ziek geweest. Maar ja, je gaat door. Je bent niet dood, dus je gaat door. En je zoekt elkaar op. Ik ben uitgenodigd op straat. Ik liep op straat en toen ben ik uitgenodigd door een mevrouw. En die zegt, kom je... En nou ben ik hier. En ondanks de boom en de versiering gaat het volgens de organisatie om meer dan alleen het kerstgevoel. We zitten hier met allemaal nationaliteiten en niet iedereen heeft iets met kerst natuurlijk. Dus vandaar de naam al een winterwonderbruns. In de donkere dagen van het jaar, zo richting het einde van het jaar, willen we die mensen ook een stukje warmte meegeven. En dat lukt met zo'n winterwonderbruns. Modeltreinen, miniatuurschepen, zelfgebouwde vliegtuigen of perfect op schaal nagemaakte motoren. Op de Hobby en Modelbeurs die vandaag in Urk werd gehouden, kom je het allemaal tegen. Zo vertelt Henny Gort van de organisatie. Dit is de Hobby en Modelbouwbeurs. Daar kunnen alle mensen uit heel Nederland hun hobby presenteren. Je ziet hier echt van alles. Je ziet hier modelbouw van boten, treinen, hele grote bouwwerken van Lego, poppenhuizen. Is hier genoeg. Zo staat Klaas Visser uit Urk op de beurs met deze zelfgemaakte en echt draaiende motor van Meccano. Ik was vroeger machinist en ik denk ik wil ooit nog een keer een dieselmotor bouwen. Je ziet de nokken uit, je ziet de kleppen bewegen, er zit een generator aan. En waarom staat hij vandaag hier? Omdat het de hele jaar op de zolder staat en zo'n show, zo'n modelbouwbeurs, is de gelegenheid om het aan anderen te laten zien. Zo'n perfect werkend schaalmodel maken is niet voor iedereen weggelegd. Je moet een beetje technisch zijn. Zoals Gert van den Berg die deze hijskraan namaakte op basis van slechts een foto. Je ziet een plaatje op internet van een kraan van Mammoet of van Sarens of Saan. En denk nou dat is een leuk ding om te bouwen. En dan ga je hem ontwerpen. Daar ben je eerst een paar maanden mee bezig. En daarna begin je te bouwen. Wie overigens denkt dat modeltreintjes alleen voor kinderen zijn, die vergist zich. Zo is Ben Veijer zijn fascinatie voor de miniatuurspoorbaantjes nooit verloren. Het blijft heel leuk. Ik doe het vanaf mijn 7e. Dan ben ik ermee begonnen met een ovaal baantje. En ik ben nu 55 en ik ben er nog steeds mee bezig. Ja, je geniet er heel erg van. Voor Jan van den Bos geen treintjes, maar zeer geavanceerde op schaal gemaakte viskotters. De meeste functies doen het. Dus de rieken kunnen uit, de vestdraaien kunnen uit. Eigenhandig maakte Jan al meer dan 10 exemplaren. Soms kostte het wel 2 jaar om er eentje af te krijgen. Het is gewoon een ding om je zinnen te verzetten.
dingen van de alledaagse dag even achter je te laten en dan gewoon ja, ergens anders je energie in duwen. En hoeveel uurtjes gaan er nou in zitten? Meestal doe ik iedere avond, ja, na het journaal ga ik nog een uur, anderhalf, ga ik nog de schuur in en dan een beetje rommelen zomaar. Ondanks dat Jan aardig wat tijd in zijn hobby stopt, klaagt zijn vrouw Annette niet. Hij is de uren zoet mee en ja, dan zeggen ze wel eens maar hij zit in de schuur. Maar ik vind, ik heb het dan liever in de schuur als in de kroeg. Slaapzakken, kleding, maar ook bijvoorbeeld medische spullen. Opnieuw is een grote partij hulpgoederen op weg naar Oekraïne. Het land dat sinds februari wordt geteisterd door de oorlog. Het leed van de inwoners verzachten, is wat Lelystedeling Arend Steller wil. Dit zijn de benodigde papieren. Al voor de vierde keer wist hij een vrachtwagen vol spullen te regelen. Trots opent Arend het laadruim. Hij zit gewoon vol. Kosten nog moeite zijn gespaard om dit te bereiken. Dat geeft een fijn gevoel. Ik ben blij dat we daar weer naartoe gaan en dat we daar weer hulp mogen bieden. Want het is hard nodig. De oorlogsbeelden van Oekraïne zien we dagelijks op het nieuws. Dat was ook de trigger voor Arend om te gaan helpen. Toen de oorlog begon, de totale oorlog, 24 februari, kreeg ik op mijn hart om daar naartoe te gaan. Omdat ik Oekraïne vanuit mijn verleden goed ken. En ik kon niet thuis blijven zitten, ik moest. En ik werd geroepen om die kant op te gaan. Ja, deze zakjes Hoop voor Oekraïne zijn gevuld door mensen hier uit de polder. Er zit in een kinderbijbel, een knuffel, tandpasta, een speelgoed, van alles wat. En er zit nog veel meer in de vrachtwagen die Arend van zijn baas heeft kunnen lenen. Dekens, dekbedden, voedsel, pakketten, aggregaten natuurlijk. Want stroom is een probleem daar. Medische spullen gaan ook mee. Dat is ingezameld door diverse kerken. Een gedeelte in Zeeland, een gedeelte hier in de Flevozoom, Ermelo, Harderwijk. Een gedeelte in Almere en een gedeelte ook hier in Lelystad. En het is zeker niet de eerste keer dat vrachtwagenchauffeur Arend richting Oekraïne gaat met hulpgoederen. Dit wordt de vierde keer sinds de totale oorlog, 24 februari. Je ziet een hoop militair verkeer, blokposten, dat soort zaken. Maar de echte oorlog heb ik niet gezien, gelukkig niet. Dinsdagavond is Arend met zijn maat Anton vertrokken vanuit Lelystad richting Oekraïne. Ik verwacht in de loop van donderdag in Uskhorod te zijn. Dat ligt net over de Tsjechische grens in Oekraïne. En daar gaan we lossen. En voor de Oekraïners heeft Arend nog een typisch Hollandse verrassing in petto. We gaan oliebollen bakken, dat kennen ze niet. Alle spullen bij u? Alle spullen bij ons. Toch een klein lichtstraal in het leven daar. We blijven daar het oud en nieuw met de mensen vieren. We willen graag ook onze betrokkenheid en medeleven tonen. We zijn er van het jaar erg mee bezig geweest. Dus we willen ook in de jaarwisseling naast deze mensen staan. En we verwachten 2, 3 januari weer thuis te zijn. Het traditionele zavelbaltoernooi voor mensen met een beperking op Urk kon 2 jaar vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Maar dit jaar gaven de spelers weer een showtje weg in Sporthal de Schelp. Compleet met show met Urk en mooi voetbal was het een prachtige avond. Ja, het is heel goed. Het hele jaar getraind. Goed. Ja, kun je hier nou echt van genieten van zo'n avond? Ja, en dan hebben we de kummen. En dan hebben we alle trainers. En de vrijdags. En we doen alle goed. En alle vrienden zijn. Ja, super. Super avond. En dan ook nog scoren. Hoe blij was je? Heel blij. Nou, want hoe is dat om voor zoveel mensen te kunnen scoren? Deze om mensen lekker scoren, lekker juichen. Ja, ze gingen echt uit hun plaat, hè? En ja. Ja, absoluut. Het was fantastisch. Volle zaal. Ja, nu weet je wat je gemist hebt, hè, die 2 jaar. Ja, gewoon hartstikke leuk dit. Het was weer bomvol, de mensen waren jullie niet vergeten. Nee, zeker niet. Nee, het was mooi om te zien. Hoe voelt dat als zoveel publiek staat te juichen voor jullie? Ja, dat is eigenlijk niet in woorden te omschrijven, want je voelt de vloer eigenlijk niet eens. Zo voelt het. Je zweeft als het ware. Absoluut, zeker. Het was een beetje spannend voor ons. Na 3 jaar voor het eerst op eigen benen de avond georganiseerd.
En ja, dan verwacht je van, komt er 200 man, 300 man? Of kunnen we verwachten wat we al die jaren, van de laatste 10 jaar konden verwachten? Maar ja, je hebt het gezien, het was fantastisch vanavond. Want jullie hebben het dit jaar georganiseerd op eigen benen, zonder de zaalvoetbalvereniging. Ja, dat ging goed. Ja, het ging heel goed. Sinds 2 jaar maken we deel uit van de sportvereniging Urk. En die 2 jaar hadden we natuurlijk last van corona en konden we geen activiteiten als deze ondernemen. En toen hebben we het op eigen benen maar georganiseerd, omdat de zaalvoetbalvereniging het niet deed dit jaar. En dit was het resultaat vanavond. Ze waren jullie duidelijk niet vergeten, hè? Nee, ze waren ons niet vergeten. We hebben ook wel goed promotie gemaakt. Maar het blijkt gewoon dat de mensen dit graag willen tussen kerst en oud en nieuw. En ze rekenen er ook een beetje op. En ja, dan komen ze in grote getalen naar de sporthal. Waarom willen mensen op Urk dit? Ja, het is toch wel de traditie. We doen al 20 jaar aan het gala van de zaalvoetbalvereniging mee. En het zijn wel de dagen dat er heel veel hier aan de hand is. Qua verlotingen en bijeenkomsten. En ja, dan is dit een vast onderwerp. Lekker om op pad te gaan. De spoedeisende hulp en Lelystadse huisartsen zijn blij met de nieuwe afdeling Getijden in het Sint-Jansdal ziekenhuis. Dat zagen we gisteren in dit drieluik over ouderenzorg. Ook specialist ouderengeneeskunde Marco Lofredo is lovend. Getijden is volgens hem een unieke oplossing voor een steeds groter wordend probleem. De afdeling is bedoeld voor ouderen die niet goed thuis verzorgd kunnen worden, maar die ook niet ziek genoeg zijn voor een ziekenhuisopname. Ik denk dat het in de toekomst niet meer anders kan. We krijgen een enorme tsunami, wordt dat wel eens genoemd, aan ouderen die allemaal aandoeningen hebben. Waar die anders naar het ziekenhuis zouden moeten en die kunnen nu hier terecht. Kijk, hele complexe ziekenhuiszorg kunnen we hier niet leveren, maar hele eenvoudige ziekenhuiszorg gaan we hier wel kunnen leveren. En dat maakt het mooie. De nieuwe afdeling is een samenwerking van het ziekenhuis, Woonzorg Flevoland en zorgverlener Coloriet. Er zijn 17 bedden voor ouderen beschikbaar. We hebben meerdere doelgroepen op Getijden. Dus we hebben die doelgroep waar we kijken wat is er nu precies aan de hand. Waar we observeren. We gaan ook met behandeling bezig. Dus als iemand een infuus nodig heeft voor antibiotica, kan die dat per volgende week bij ons krijgen. Maar er zijn ook mensen die in het ziekenhuis wachten op een verpleeghuisplek en die kunnen dan bij ons komen wachten. Dus we hebben een verscheidenheid aan doelgroepen en dat maakt het leuk, afwisselend. En wat mij ook opvalt is dat die mensen die hier komen wachten in het verpleeghuis over het algemeen ook snel weer overgeplaatst zijn. Omdat we een samenwerking hebben met Coloriet en WZF. En ja, ze weten dat wij gebaat zijn met een goede doorstroming. Volgens specialist ouderengeneeskunde Lofredo was deze vorm van zorgen in Flevoland een soort missing link. En niet te vergelijken met bijvoorbeeld revalidatiecentra. Kijk, een revalidatiecentrum is, dan heeft iemand of een beroerte gehad, of die heeft zijn heup gebroken of een enkel gebroken. En die moet weer leren zelfstandig te worden. Hier ligt echt meer de nadruk op wat is er aan de hand? Of hoe gaat het? En kunnen we de behandeling hier geven? Nou, dat is een hele andere vorm van zorg dan op een revalidatiecentrum. Het gaat dus ook om diagnostiek. Er wordt uitgezocht wat er precies aan de hand is. Daarvoor is het dus erg handig dat de afdeling in het ziekenhuis zit. En wat het unieke maakt van deze afdeling is dat we heel nauw met elkaar samenwerken. En dat als ik denk van, goh, misschien heb ik toch nog wel wat diagnostiek nodig. Of als er iets is dat ik dan kan terugvallen op de spoedeisende hulparts of op een specialist in het ziekenhuis. En die samenwerking is erg goed. En dat maakt dat mensen niet onnodig naar het ziekenhuis hoeven, maar bij ons komen te liggen. En over het algemeen kunnen ze ook weer snel weer terug naar huis. Want dat is het doel. Het gaat om kortdurende zorg. Tot nu toe werkt dat goed, volgens oudere arts Lofredo. Er zijn hier in korte tijd al 40 ouderen op deze manier geholpen. Morgen in de laatste aflevering zie je wat de ouderen zelf van Getijden vinden. De Flevolandse identiteit. Volgens deskundigen zou hij er inmiddels moeten zijn. Afgelopen zomer ging ik op zoek naar die identiteit. En ik kwam uit bij onze founding father, Cornelis Lely.
Zonder hem was onze provincie er nooit geweest en nooit gekomen. Maar wat is zijn invloed geweest op onze identiteit? 23 kilometer uit de kust Harderwijk verrees 4 jaar geleden uit het IJsselmeer een kunstmatig eiland waarop Lelystad werd gevestigd. Hier, aan alle kanten omgeven door water, ontstond een kleine gemeenschap van werkers die onder andere begonnen met de aanleg. Hij was een zeer ervaren politicus in de loop der jaren, maar ook hij wist mensen ook te enthousiasmeren voor bepaalde plannen. En zo ook zijn plan om de Zuiderzee in te polderen. Dus Lely heeft best wel een belangrijke rol gespeeld, zodat wij hier kunnen staan eigenlijk. Ja, wij staan hier dankzij Lely, zijn plan. Lely heeft dus best wel veel invloed gehad op onze identiteit. Bijna was dit er misschien ook wel niet geweest, als hij dat doorzettingsvermogen niet gehad, toch? Dat klopt, want hij had het plan 3 keer ingediend en toen voor de 4e keer hij werd gevraagd om minister van Verkeer en Waterstaat te worden, toen heeft hij als eis gesteld dat de Zuiderzeewet door de Eerste en Tweede Kamer zou worden behandeld en zou worden aangenomen. En hoe zag hij de inrichting daarvan dan? Zag hij dat gewoon... Nou, hij zag meer alleen de polders en dat hij dat had ingepolderd, meer voor de landbouw ook. Kilometers landbouwgrond eigenlijk. Kilometers landbouwgrond door het voedselgebrek van de Eerste Wereldoorlog onder andere. Zou Lely trots zijn op het land waar we nu leven? Hij zou zeer trots zijn, want dat merk ik zelfs nu nog aan achterkleinkinderen van Lely, waarmee ik nauwe contacten heb. Ze zijn zeer trots op Flevoland. Had Lely een beeld van wat de identiteit van de Flevolanden moest zijn? Kracht en doorzettingsvermogen. In zijn ogen was dit land voor dat soort mensen gemaakt ook. Ja. Had Lely meteen al in zijn hoofd dat het een provincie moest worden eigenlijk? In de tijd werd al gesproken over de 12e provincie. Eigenlijk zou de Wieringermeer ook bij de 12e provincie horen. Precies. Dus dat is eigenlijk van ons afgepakt? Dat is van ons door Noord-Holland afgepakt. Ja. Terwijl wij dus van Amsterdam Urk hebben afgepakt. Heeft u het gevoel dat Lely op nog meer manieren door zijn plan onze identiteit heeft gevormd? Jazeker. Want ja, dagelijks worden wij geconfronteerd met toeristen, buitenlanders en dergelijke. En die kijken met grote verbazing hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Elke Lelystedeling, elke Almeerder, elke Emmeloorder kan trots zijn op de provincie Flevoland. Lely's werk, dat ligt hier uitgespreid en eigenlijk ook wel uw levenswerk. Zou Lely goed gedijen in de Flevopolder, denkt u? Lely zou zeer goed kunnen gedijen, want ja, dan kan hij zijn werk ook allemaal aanschouwen. Wordt hij wel echt genoeg als held gezien dan hier in Flevoland, denkt u? Nee, ja, men woont in de polder en daarmee is het af. Men weet eigenlijk niet het ontstaan van de polder, de historie en wie er allemaal meegewerkt hebben en dergelijke. Terwijl dat best wel veel zegt over wie wij zijn, kan ik me voorstellen. Of... Ja, waar wij wonen, welke leefomgeving wij zijn. Lely, zonder hem waren deze polders er nooit geweest en was er dus ook nooit een Flevolandse identiteit gekomen. Morgen hebben we het over het Flevolandssymbool, de kiekendief.